Het was gewoon super eng. Die gast was echt totaal gestoord. We hadden wel dood kunnen zijn, echt. Nou ja, ik dan, hè? Ik ook. Oké, vertel jij het of vertel ik het? Begin jij maar. Jij was wel echt slecht vandaag. Ik was slecht? Ja? Heb je jezelf gezien? Je bent 2 keer vol op de grond gevallen. Oh, dat is gewoon niet waar. Normaal wel. Eens! Oh. Ik ga naar binnen zitten, hoor. Vorige keer al in het midden. Volgende keer zit ik in het midden, hoor. Nee, hoor. Hey. Hey. Was het leuk? We mochten een eigen Kia verzinnen. Een schreeuw vanuit de geest om je energie te bundelen. Ja, dat is. Oké. Hey. Ja, wij zijn onderweg hoor, maar ik moet omrijden. Ja, de doorgaande weg is afgesloten omdat er een boom is omgewaaid. Nee, ik denk dat ik via het bos weg ga. Bos weg? Maar hoe laat zijn we dan thuis? Ik moet nog leren van mijn Frans en zo, hè? Ja, dan had je daar maar eerder aan moeten beginnen. Dit is het nieuws ja, van Zeg. Ja, zie je zo. Oké, doei. Om 2 uur 's middags is er een TBS'er ontsnapt uit de zwaar beveiligde... Heb jij al een Kia? Nee, ik heb nog geen rijbewijs. Ah, oh, grappig hoor. Die van mij wordt denk ik god. Nou, dan wordt die van mij dook. En als we dan na elkaar in de buurt zijn... God ook. Hey! Sorry. Er liggen allemaal takken op de weg. Nou, even meehelpen jongens. Kom mee, Jul. Kom nou. Ja. Pot! Pot! We zijn er denk ik langs. Ja, dan zal hij toch even geduld moeten hebben. Sam, ophouden en meehelpen nou. Kom op. Pot! 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 Kom op, instappen. Pot! Sam! Pot! Leg die tak neer, ga die auto in, kom op. Oh, kom op. Ja, daar gaat de motor van aanslaan. Echt? Wat doen jullie er nou? Ja, of je ons eitjes wil verkopen? Wat denk je zelf? Die gasten doen er gewoon langs. Stap uit. Man, 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 die man komt eraan. Nee. Man, hij komt aanlopen. Ga alsjeblieft wegrijden. Man, rij nou alsjeblieft. Die man komt eraan. Hij wil binnenkomen. Man, rij nou. Nou, dat was echt net op tijd, hè? Ik vond het eng, hè, die gast. Nee, tuurlijk niet. Natuurlijk wel. Nou, jij ook hoor. Waarom deed je anders de deuren dicht? Nou, gewoon. Ik moet nog leren van mijn Frans en zo. Hey! Hallo! Als die stuk is, krijg ik wel niemand van jou en papa, hè? Weg is die weer. Wie? Sinterklaas nou. Goed, die gek natuurlijk. Er is echt niks aan de hand. We zijn zo thuis. Ja, nee, vandaar dat je met 100 over een drempel gaat natuurlijk. Echt, moeten we papa niet bellen? Hij slaat zo echt wel af. Wat doe je? Gewoon. Je zet dat niet op social media. Nou, een beetje exposure kan geen kwaad, toch? Uiteindelijk zijn we van die gek af. Kom op,
gast was dus uit de gevangenis ontsnapt. Een gestoorde crimineel die in onze achterbak was gekropen toen we de takken weghaalden. Ja, en dat probeerde de man van die rode bestelbus ons dus te vertellen. Nou, hij heeft ons dus kunnen waarschuwen. We hebben er dus gelukkig niks aan overgehouden. Nou ja, behalve een nieuw mobieltje dan. Wat een bizar verhaal, hè? Maar wat is nou waar gebeurd en wat niet? Waar zit de kern van waarheid? Ik heb het voor jullie onderzocht, maar ben vooral benieuwd hoe jullie erover denken. Laat het weten hier onder in de comments en klik hier rechtsbovenin voor het antwoord. En trouwens, heb je iets geks gezien in beeld wat niet klopt? Nee? Kijk hem dan nog een keertje.